over een dorp dat zo graag een stad wil zijn. Halloween werd al heel vroeg gevierd. Toneelvereniging Ernst en Luim brengt een nieuw blijspel. Mark Zandman stapt plotseling als wethouder op. Doedag moet personeelstekort in de techniek wegnemen. Veel vragen over de bouw van de spoortunnel. En Piet blijft zwart om herkenning te voorkomen.